Hey, hoi, wat leuk dat je kijkt. Voor wie me niet kent, mijn naam is Jorik en ik maak op dit kanaal video's in het thema's huishoudelijk mama en meer. En vandaag in het thema meer, want dat is lekker breed natuurlijk, ga ik je een beetje vertellen over hoe het nu met mij gaat en welke inzichten ik heb meegenomen vanuit mijn revalidatie. Want dat is inmiddels afgelopen. Ik zou eigenlijk nu, as we speak, weer in het revalidatiecentrum zijn. En dat ben ik dus niet, want dit is mijn eerste, helemaal thuisweek. Tenminste, vorige week heb ik mijn eerste thuisweek gehad. En deze week, zou ik dan anders dus daar zijn. En ik dacht, laat ik wat inzichten met je delen waar ik heel veel aan gehad heb. En waarvan ik denk dat jij misschien ook je voordeel ermee zou kunnen doen. En ik ga ook nog wat boekentips delen in deze video. Dus vind je dat leuk om te horen en te zien? Kijk dan gezellig met me mee. Nou, allereerst even, hoe is het nu met mij? Ik loop trouwens, voor wie het interessant vindt om te weten, nabij Almelo, bij Tusveld. En ik wou richting de doorbraak lopen, maar het is eigenlijk een beetje fris en het waait behoorlijk. En daar is het heel erg open, dus ik weet niet of ik daar helemaal naartoe loop. We gaan wel even zien. Maar in ieder geval, hoe het nu met mij is. Het is met mij een beetje chaotisch in mijn hoofd. Dat is eigenlijk het beste hoe het kan omschrijven. Het gaat qua fysieke pijn en vermoeidheid eigenlijk al wel een stukje beter. Ik heb, zoals je in de video van vorige week of die week ervoor ook hebt kunnen zien, dus het een en ander weg gedaan in huis. Ik ben aan het huishouden geweest, maar ook gewoon lekker aan het schilderen geweest. Dat vond ik gewoon zo leuk om weer te doen. En het ging ook gewoon echt goed. We hebben het samen gedaan. Dat kon je in die vlog niet helemaal goed zien, maar Michael die had geen zin om in beeld te komen, dus zodoende heb je hem niet gezien. Maar we hebben het dus lekker samen gedaan. Het was, naast dat het gezellig was, ook gewoon heel fijn om weer te doen. En ik heb wel wat spierpijn gehad, maar niet zo extreem overbelastingspijn en zo. Dus heel fijn. En daarom merk ik dus ook echt dat het wel wat beter gaat. En dat ik fysiek ook wel wat minder rust nodig heb dan eerder. Dus dat ik al echt wel daar een stijgende lijn in te pakken heb. Alleen wat het cognitieve deel betreft wil het gewoon nog niet zo heel erg goed. Daarin merk ik dat ik dus ook het soms moeilijk vind om goed uit mijn woorden te komen. Dat ik niet zo goed kan concentreren. Dat het gewoon heel vol en druk is in mijn hoofd. En dat ging eigenlijk in het traject best wel wat beter. Alleen op een of andere manier, sinds ik terug ben, heb ik het gevoel dat ik weer moet of zo. En daardoor gaat het niet helemaal lekker. En dat maakt dus bijvoorbeeld ook dat ik nog niet aan het werk ben. En misschien is dat ook wel een onderdeel ervan. Namelijk dat ik heel graag weer aan het werk wil. Ik wil het weer gaan oefenen. Want ik geloof ook wel echt dat je dat cognitieve ook moet trainen. En doordat ik nu natuurlijk al ruim een jaar niet aan het werk ben, train ik het ook minder. En je traint het natuurlijk ook door gewoon dubbeltaken te doen, als met de kinderen bezig te zijn en te koken ondertussen. Een recept koken wat je dus echt moet lezen en wat je niet kent. Dus dat doe ik af en toe wel. Maar daarin merk ik dus bijvoorbeeld ook gewoon dat dat nog niet zo heel goed gaat. En dat klinkt als iets heel simpels. Maar als dat al niet lukt, hoe moet dat dan als je elke keer moet schakelen van de ene taak naar de andere. En belletjes en mensen. En ik heb natuurlijk ook wel een baan en functie waarin ik gewoon heel veel in contact sta met mensen. En veel aan het praten ben. En dat lukt gewoon niet zo goed. Want het gaat niet zoals het altijd ging. En dat vind ik heel moeilijk. En misschien wel doordat ik dat zo moeilijk vind en omdat ik het allemaal zo graag wil, wil het ook niet. Dus goed, dat is een beetje voor hoe het gaat. En daarvan merk ik dus ook dat ik dat gewoon ook wat ruimte en tijd moet geven. Maar dat een beetje daarover. Dan iets wat ik echt heb geleerd in het afgelopen periode. Een inzicht die ik heb gekregen. En dat is dat ik weet dat ik nu volledig op wilskracht leefde. En op een bepaalde drive hebben waarmee je dingen gewoon van elkaar krijgt. En ik weet dus dat als ik mijn, mijn hoofd ertoe zet, dat ik echt gewoon alles kan. En dat... Oh, ze hebben hier brand gemaakt, zo te zien. Dat is niet best. Kijk, ik zie ineens dit. En ik zag hier al wel één zwarte tak liggen. Ik denk, dat is raar. En daar liggen ook een paar zwarte takken. Maar hier is wel echt brand geweest, zo te zien. Maar gelukkig op tijd uitgemaakt. Gelukkig maar. Ik vind het altijd zo zonde als je ziet hoe snel het soms kan gaan. Met, zeker in de zomer, met natuurbranden. Dat, dan gaat er zoveel natuur dan verloren. Zo zonde. Maar goed, dat even als zijstapje. Dit representeert ook weer heel mooi de chaos in mijn hoofd en dat gebrek aan focus wat ik heb. Want ik kan dus dan niet goed een verhaal vertellen, want ik ben nu dus alweer helemaal kwijt waarover ik het net had. Het op wilskracht leven dus. Dus ik weet dat ik dat nu kan en ik weet dat me dat dus ook heel ver kan brengen.
Maar ik heb nu ook echt het inzicht gekregen en ik ervaar dat nu ook echt zo, dat dat niet per se hetgene is wat heel gezond is. Namelijk altijd maar het overleven, want ja, overleven kun je een hele tijd. Je kunt heel lang op adrenaline leven en van stressmoment naar stressmoment. Maar uiteindelijk knap je dan natuurlijk een keer af. En dat is wel echt, ja, wat gewoon keihard is gebeurd voor mij de afgelopen, nou ja, straks alweer bijna 2 jaar. Dat ik gewoon echt totaal toeleefde naar, het kan nu echt niet meer en mijn lichaam stopte gewoon mee. En schijnbaar had ik dus die Lyme nodig om tot dat inzicht te komen. En nou ja, me zo fysiek beperkt te voelen om ook echt tot stilstand te komen. En dus te gaan nadenken en dingen te gaan veranderen. En nou ja, goed, daar heb ik in het traject natuurlijk een heleboel stappen in kunnen zetten, gelukkig. En dat zijn er heel veel, maar er zijn natuurlijk ook heel veel echt persoonlijke dingen die ik ja, niet helemaal met je ga delen. Maar goed, dat op wilskracht leven, dat is denk ik wel iets wat heel veel mensen doen. En het is heel mooi, hè, dat je dat kunt. Het is heel goede eigenschap, hè, dat je doorzettingsvermogen hebt en dat je, nou ja, met je wilskracht dus een heleboel kunt bereiken. Even over een boom heen. Maar ja, het is ook wel iets wat je slim moet inzetten, om maar even zo te zeggen. Iets wat je af en toe kunt inzetten en waarbij het dan heel helpend is. En waarvan je dan op een gegeven moment ook kunt zeggen, oké, okay, we gaan weer een tempotje terug. En we gaan weer lekker leven in plaats van alleen overleven. Dus dat is een van de dingen die ik graag met je wilde delen. En een andere wat ik echt ben gaan voelen nu, en dat is denk ik ook wel heel voornaam, is dat je gewoon echt voor jezelf mag leven. Dat je je eigen keuzes mag maken en gewoon helemaal, ja, verantwoordelijk bent voor je eigen leven. En dat je ook helemaal zelf mag kiezen waar je gelukkig van wordt. Maar ook, nou ja, als je niet kiest en maar gewoon doorgaat, ja, ook daar zelf verantwoordelijk voor bent. En dat is misschien heel simpel of echt een inkoppertje, maar ja, dat is wel echt iets wat ik niet voelde nog. Waar ik nog niet helemaal bewust van was. En wat mij dus nu wel ja, als echt een eye-opener, zeg maar, echt wel in mijn face is gedrukt. Ik weet even niet hoe ik het anders moet zeggen, maar nou ja, dat ik wel nu dat ook echt gewoon kan voelen. Van ja, oké, okay, ik hoef dus niet alleen maar te people-pleasen en alles maar te doen zoals andere mensen het van mij verwachten. En nou ja, heel erg te leven naar hoe je denkt dat anderen het voor je willen of het zorgen voor je gezin. Alleen maar nou ja, bezig zijn met wat voor hen moet en wat het normaal is. Hè? Het zorgen en werken en nou ja, het sociale leven, alles maar heel veel en hoog houden. En dat, ja, dat doe ik dus niet meer. Wil ik niet meer, maak ik andere keuzes in. En dat is soms nog heel moeilijk. Ik ga echt niet zeggen dat het makkelijk is. En ik ga ook echt niet zeggen dat het leuk is. Want het is zeker niet altijd leuk. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is. En dat ik daar ook echt wel mooie stappen in heb gezet. En dat ja, dit ook wel een heel belangrijke bijdrage is aan het bewust leven. En bewustwording van, nou ja, welke kleine keuzes je eigenlijk allemaal maakt op een dag. En wat voor grote impact die eigenlijk hebben. Dus dat is ook wel een hele mooie. Wat ik ook een heel goeie vind, wat ik nu anders doe ten opzichte van eerder. En dat is gewoon echt het drinken van warme thee. Nou ja, dat klinkt natuurlijk echt super suf. Maar dat kon ik dus nooit. En wat daarachter zit is namelijk dat ik nooit kon gaan zitten en even niks doen. Want ik was zo onrustig en druk in mijn hoofd en onrustig in de zin van ik moet nog dit en dit doen en ik ga zo en altijd maar hup en door en nou ja, dat ik dus nooit warme thee dronk. Dus eigenlijk sinds ik kinderen heb dronk ik alleen nog op het werk heel af en toe warme thee en meestal ook koude of blauwe thee, want ook daar was ik altijd druk. En nu gaat dat dus anders en dat komt namelijk doordat ik grote mokken thee heb gekocht van die hele, nou ja, niet mooi, ik zal ze even laten zien, van de IKEA. Dus ik vind ze niet heel speciaal, niet heel bijzonder. Maar die zet ik dan en die doe ik vol. En doe ik altijd 3/4 met warm of heet water uit de waterkoker. En dan nog een klein beetje koud erbij, zodat ik het wel redelijk snel kan drinken. En dan ga ik gewoon even ergens zitten zonder afleiding. En dan ga ik lekker genieten van mijn kopje thee. En dan dus echt op die manier wat rustmomentjes in de dag brengen. Want dat heb ik gewoon echt nodig. En ik heb gemerkt dat als ik dat vaker doe en op die momenten ook dan echt rust aan mijn hoofd heb, dus dan niet weer mijn telefoon erbij pak of whatever anders ga doen ondertussen, dat ik dan ook gewoon nou ja, echt een rustmomentje heb en op die manier, ja, gewoon beter de dag vol kan houden eigenlijk. Dus dat is een eentje. En wat ik verder ook nog doe is het
nemen van een rustmomentje in de middag. Dat doe ik nu nog en uiteindelijk hoop ik dat dat niet meer nodig is. Maar dat ik gewoon echt even helemaal prikkelarm op mijn slaapkamer of even ga zitten meditatie of een mindfulness oefening doe. Die ik vanuit de revalidatie heb meegekregen of gewoon eentje die ik zelf fijn vind. Ik doe ook wel vaker yoga nidra sessies. En dan of ik ga even op bed liggen, even een dutje doen. Maar dan echt een kort dutje, maximaal een half uur in bed. Ja, en op die manier heb ik wat meer energie. Doordat ik dat elke dag doe, heb ik meer energie om de hele dag vol te houden. En het gewoon beter aan te kunnen. En niet alleen het volhouden, maar ook gewoon echt dat het gewoon een stabiele basis is, zeg maar. Want dat het niet meer van overleven hoeft te zijn, maar dat het gewoon van het leven mag zijn. Nou, wat ik je net eigenlijk allemaal vertel, dat zijn natuurlijk allemaal kleine dingen in mijn gedrag die ik aan het veranderen ben. En dat is ook echt wel iets wat ik heb ontdekt, weet je. Die gedragsveranderingen doen, dat is gewoon zo moeilijk. Die denkpatronen, gedragspatronen zijn zo hardnekkig, om maar even zo te zeggen. Daar heb je echt wel doorzettingsvermogen bij nodig om dat te kunnen veranderen. En je trapt ook gewoon heel makkelijk weer in je eigen valkuilen. Dat is dus ook iets wat mij nog steeds gebeurt. Maar ik ben me er nu meer bewust van. En ik weet, oh ja, dit is dus wat ik doe. Hè? Een simpel voorbeeld. Als ik heb bedacht, ik mag vandaag gewoon leuk. Vanmiddag hoef ik even niks. Even leuk zoals voor mezelf doen. Echt even helemaal die rust hebben. En toch betrap ik mezelf er dan op. Oh, ik sta weer met de was in de handen. Ook ben weer de vaatwasser aan het doen. Maar dat was eigenlijk helemaal niet het plan. Maar dan denk ik, ja, maar oké, ik heb het nu wel opgemerkt. Dus ik kan er weer wat aan doen. En ik kan er weer, het neerleggen en zeggen, nee, dit hoeft nu even niet. Ik mag nu ook even wat anders doen. Ik hoef niet altijd productief en, productief, hoe noem je het anders? In elk geval bezig te zijn met de dingen die nog moeten in huis. Dus dat is ook een klein dingetje wat ik heb aangepast. En ik geloof ook echt wel dat al die kleine dingen samen uiteindelijk een groot ding maken. Dus ik heb ook in de laatste week van mijn revalidatie een hele lijst opgesteld met een van de therapeuten. Van welke kleine dingen gaan nu eigenlijk al anders? En wat maakt dus dat al die kleine dingen anders gaan? Maar ook wat, wat voor grote gevolgen dat heeft eigenlijk. En daar ben ik best wel heel trots op. Want het was niet niks, het is veel. En het blijft veel en het blijft altijd werken. En erbij blijven met je hoofd. Maar het kan ook heel veel opleveren. Kleine rustmomentjes en kleine dingen anders doen. Dat maakt echt wel verschil. En wat een heel groot verschil voor mij maakt, is dat ik veel meer bewust ben van mijn lichaam en van mijn lichaamssignalen. Dat ik niet alleen maar bij een migraineaanval ga liggen of wanneer ik helemaal geslopen ben en geen stap meer kan zetten. Maar dat ik ook gewoon eerder voel van, bijvoorbeeld nu met wandelen, heb ik nu de energie en de puff om dat hele grote rondje te lopen? Wil ik nu 5, 6, 7 kilometer lopen of wil ik gewoon lekker lopen zolang ik lekker vind? Dus dat is wat ik nu besloten heb. Ik ben natuurlijk nu ook met jou aan het kletsen. Kost mij ook energie, vind ik leuk, maar het kost ook energie. En ik ga gewoon voelen hoe lang ik zin heb om te lopen. Dat deed ik echt nooit, want ik moest van mezelf dan een bepaald rondje. Of ik moest wel minimaal 10.000 stappen elke dag. En nu denk ik, wat een onzin. Ik moet gewoon lekker voelen. En de ene dag voelt het goed en de andere dag niet. En de ene dag wil het beter dan de andere. En dat is ook oké. Dat mag ook. En dat is voor iedereen, ook voor mensen die niet ziek zijn. En die lichaamssignalen, die zijn ook heel breed. Die zijn ook, dat wist ik helemaal niet. Maar bijvoorbeeld als jij anders gaat ademen, dan kan dat ook heel veel zeggen. Dat ik met heel veel dingen mijn adem inhield, was ik me niet bewust van. Ik ken het natuurlijk wel, dat ademhaling is heel belangrijk. Goede buikademhaling, dat kan helpen bij het ontspannen en bla bla bla. Dat wist ik allemaal wel. Maar ja, dat ook echt voelen en daar veranderingen in aanbrengen, dat lukte me niet. En het ook opmerken bij mezelf in de situatie van, wat doe ik nou en welke houding neem ik aan? Ik ben bijvoorbeeld heel erg geneigd om op het puntje van mijn stoel te gaan zitten. En helemaal in een actieve luisterhouding van voorover te zitten tijdens gesprekken. Maar dat kost eigenlijk allemaal heel veel energie en het is echt helemaal niet nodig. Ik was me er helemaal niet bewust van. Hetzelfde dat ik heel snel praat. Dit krijg ik ook wel eens terug op mijn YouTube video's. En ik zie het nu bij mezelf ook wel, maar dat komt deels vanuit enthousiasme. En deels soms ook omdat mijn hoofd gewoon heel vol is. En dan ga ik steeds sneller praten. En val ik over mijn woorden, kom ik niet uit mijn woorden. Dat is ook een lichaamssignaal van mij. Ik krijg heel snel rode wangen. Echt zo'n rode boei dat ik het heel warm heb. Dat is ook vaker voorlopen, dat ik in een soort van, dat ik dan noem een error kom. Dat ik gewoon overprikkeld ben en het niet meer aan kan. En zo zijn er nog veel meer dingen, maar dat heb ik dus ook allemaal geleerd. Zo leuk, er komen weer knopjes in de bomen.
ik had heel leuk van Twaja. Maar nou ja, dat zijn allemaal kleine dingen die ik geleerd heb. Wat eigenlijk best wel nou ja, een verschil maakt. Van, kun je daarop letten en voel je die ook echt? En ik vind dat nog wel moeilijk om dat ook toe te passen in situaties waarbij ik met andere mensen ben. Maar dat lukt al steeds beter en dat is ook een kwestie van oefenen. Dus ja, hele mooie stappen. Ik ben er nog lang niet, maar ik heb echt al heel veel gezet. En ik deel dit ook met je om nou ja, misschien jou ook een beetje aan het denken te zetten over wat voor lichaamssignalen geeft mijn lichaam. En ja, wat zegt dat? Ja, dus dat. En dit alles wat ik vertel heeft ook heel erg te maken met het denkende zelf en het observerende zelf. Mocht je daar wel eens van gehoord hebben, is het ook wel mooi om daar nog eens iets over te lezen. Want dat gaat ook heel erg over dat je als mens ben je heel erg vaak gefuseerd met je gedachten. En denk je dus dat je je gedachten bent, maar je bent je gedachten natuurlijk helemaal niet. Je hebt gedachten, maar die ben je niet. En nou ja, als je in je denkende zelf zit, dan ben je dus volledig gefuseerd met je gedachten. En als je meer in je observerende zelf zit, als een soort van helikopter boven je nou ja, eigen gedachten en boven je eigen lichaam, van, nou ja, dan ben je meer aan het observeren van hoe gaat het nu met mij en wat ben ik nu eigenlijk aan het denken en klopt het wel wat ik denk. En dat gaat dus over wat ze noemen diffusie. Hey, hier is ook een leuk paadje, daar gaan we in. Dit paadje ken ik nog niet. Nou ja, en die diffusie die kan je dus ook heel erg helpen. En die daarover leren, dat heeft mij ook al heel veel inzicht gegeven. Want ik was echt een wandelend hoofd, zoals ik mezelf ook al noemen. Dat is ook echt een van de inzichten die ik heb gedaan daar. Van dat wandelende hoofd, dus, dat volledig gefuseerd zijn met je gedachten en met het denken. Dat maakte ook dat ik nou ja, heel snel overprikkeld was en nog steeds ben. Maar dat ik dus nou ja, niet bewust was van de keuzes die ik maakte. En dus voordat ik het weet had, voordat ik het door had, bedoel ik alweer met die was in mijn handen stond, wat ik net vertelde. En nu ik me daar meer bewust van ben, kan ik ook andere keuzes maken. Maak ik bewuste keuzes en valt het me dus ook op wat ik aan het denken ben. Lang niet altijd. En je hebt natuurlijk ook niet altijd last van je gedachten. Maar gedachten kunnen echt heel erg in de weg zitten. En ja, dat is ook wel iets wat ik echt meeneem vanuit het traject. Want ik wil niet meer dat wandelende hoofd zijn. Natuurlijk is het heel zinvol om af en toe een wandelend hoofd te zijn. Hè? Laten we dat voorop stellen. Het is heel fijn dat je kunt nadenken. En dat je... oh, dit is een ruitenpad. Oeps. Nou ja, er staat hier een bordje ruitenpad, dus ik neem even dit pad. Ik hoop dat dat geen ruitenpad is. Want aan het begin stond geen bordje, dus ik wist dat niet. Goed. Maar ja, dat denkende zelf en dat observerende zelf, dat kan je dus ook gewoon wel echt heel goed helpen, is mijn ervaring. Ik zal zometeen nog even wat vertellen over boeken, want ik heb ook echt boeken gelezen waar ik echt wel veel aan heb gehad. En ook ben nog een boek aan deze waar ik nog steeds heel veel aan heb. Het gaat over familiesystemen. En dat vind ik ook echt mega interessant, maar het onderwerp moet je wel liggen, want het is wel een beetje een wollig boek wat ik nu aan het lezen ben. Dat is De Fontein, Vind je plek. Het mooie aan dat boek is dat het je echt inzicht geeft in hoe werkt het familiesysteem nu eigenlijk. En sta jij op de plek die jou toebehoort, namelijk als kind van je ouders en in de juiste positie ten opzichte van je broers of zussen. En als je er niet op de juiste plek staat, hoe kun je dan zorgen dat je daar weer terugkomt? En vind ik super interessant, omdat het heel erg in lijn ligt met nou ja, de therapie die ik gevolgd heb en het feit wat allemaal boven kwam bij mij. Daar ga ik verder niet echt over vertellen, maar ik heb ook EMDR gehad wat mij heel erg heeft geholpen. En ik ben echt wel heel erg bezig geweest met ook het leven naar waarde. Ik had ACT-therapie, Acceptance and Commitment. Misschien dat het je wat zegt, maar dan nou ja, weet je dat in ieder geval. En dat gaat ook heel erg over, leef jij wel naar de waarden die je belangrijk vindt. Voor mij was bijvoorbeeld zelfzorg wel echt een ding. Of goed voor jezelf zorgen. En echt kiezen voor wat ik nou eigenlijk belangrijk vind. Eigenlijk ook in lijn met wat ik eerder vertelde. En dat kwam echt wel heel duidelijk terug. In die vormen van therapie. Van, oh ja,
ik maak inderdaad helemaal geen bewuste keuzes. Ik doe gewoon maar. En daar wil ik dus graag andere keuzes in gaan maken. En dus dat, ja, dat heeft me ook echt wel veel gebracht. Die bewustwording was echt zo'n belangrijk onderdeel van deze therapie van mij. Ik kom nu dit bospad uit en nou ben ik dus ergens waar ik het helemaal niet ken. Dus ik ga even kijken of ik weer een weggetje kan vinden waar ik weer de weg terug weet naar de auto straks. Maar goed, dat komt wel goed. Ja, dit is wel een beetje het belangrijkste, denk ik, wat ik graag wil delen en waarvan ik denk, goh, hè, daar heb je zelf misschien ook wat aan. Ik zal zo meteen nog even de boeken noemen. Ik zal ook even wat plaatjes laten zien. Ik heb een abonnement op Storytel en ik luister dus veel altijd tijdens het wandelen, want dat vind ik heel erg fijn. En, oh ja, dat is ook nog een goeie. Als je in een error komt, tenminste, hè, als je op een gegeven moment niet meer weet en je hoofd loopt vast, dan heb ik dus ontdekt dat dat voor mij heel goed werkt om even te gaan wandelen. En dan dus niet met zo'n podcast in je oren of een boek in je oren, maar wel gewoon even in alle rust. En nou, om even een beetje ruimte te maken weer in mijn hoofd. Dus dat heb ik ook echt geleerd. En ik wandelde natuurlijk al heel graag. Maar dit inzicht, dat heeft wel gemaakt dat ik nu vaker ook dus zonder die podcast of zonder dat boek in mijn oren aan het wandelen ben. Dus die wil ik ook nog even meegeven. Maar Storytel vind ik dus ook heel, heel fijn om zo nu en dan te luisteren. En dat, ja, dat doe ik dan dus ook veel tijdens het wandelen. Goed, ik loop dus nu datzelfde bospaadje weer terug. Want ik ben net een stuk verder gelopen en ik kwam er dus gewoon achter dat ik helemaal niet verder kon daar. Dus het begint een rustgebied en verderop is nog een boerderij. Volgens mij is het niet helemaal de bedoeling om daar langs te lopen. En ik ben een beetje bang voor die waakhonden hier. Dat ben ik wel eens vaker, als ik dan alleen aan het wandelen ben, dan kom je zo'n boerderij en dan waakhond, daar hou ik helemaal niet van. Dus even dezelfde weg terug. Een heel belangrijke ding die ik graag met je wil delen. En dat is het leven vanuit overvloed en het leven vanuit ontspanning. Ik noemde al wel eerder het leven versus overleven. En voor mij is, ja, dat overvloed gaat voor mij ook heel erg over. En er is genoeg tijd. Er is genoeg energie. Je mag de tijd nemen om dingen te doen. Ik hoef niet zo snel te praten. Want er is wel tijd. En ik mag mijn tijd ook, nou ja, innemen. En de ruimte innemen die er nodig is. Dat is ook echt iets wat ik geleerd heb. En dat ontspanning gewoon ook heel belangrijk is en dat het in heel veel kleine dingen kan zitten. En een van de dingen die ik dus nu doe is, hè, bijvoorbeeld die nieuwe hobby die ik weer heb uitgevonden. Namelijk het maken van hydrofiele doeken en daar lekker mee vreubelen, creatief mee zijn. Vind ik gewoon heel erg leuk en dat, nou ja, is een hobby, maar dat geeft me dus ook echt ontspanning. En nou ja, ik merk dat dat me dan dus ook echt goed doet. Dat is een van de kleine dingen, maar zo is er natuurlijk nog veel meer wat je kunt kiezen voor jezelf. En nou ja, dat je ook echt gewoon gaat voelen en gaat bewust gaat kiezen voor wat goed voelt. En nou ja, welke activiteit levert me iets op, welke activiteit kost me veel energie. Sociale activiteiten, dat lukt gewoon voor mij nog niet zo goed. Dus ja, daar doe ik wat minder van. En ja, dat moet ook goed zijn. Dat moet ook kunnen. En ja, mensen die daar geen begrip voor hebben, ja, dat dan niet, dan wil het dus niet. En ik denk echt vrienden, familie, de mensen die dichtbij je staan, hebben daar wel begrip voor. En ja, daar ben ik ook nog mijn weg in aan het zoeken. Maar dat vond ik ook wel een hele belangrijke om nog te noemen. En dat overvloed zit hem natuurlijk in geld, in tijd, maar ook, in tijd en in energie, maar ook in geld. Want ja, dat vind ik ook gewoon jammer hoe ik daar altijd mee om ben gegaan. En het altijd maar denken, het kan niet en je moet bezuinigen. En natuurlijk, je moet letten en goed nadenken over de keuzes die je maakt. Maar ja, als het maar op een tekort zit, is het gewoon zo jammer. Dus ja, een heleboel mooie inzichten. En daar hebben de therapieën natuurlijk onwijs bij geholpen. Maar ook een heleboel boeken. En daarop ga ik nog even verder. Ik zal de boeken ook even hieronder in de beschrijving linken. Even inzetten. Zodat mocht je, nou ja, het even terug willen kijken, kun je het ook daar vinden. Dat leek me wel handig voor mezelf, maar ook voor jou. Dus dat zal ik even doen. En dan noem ik ze, nou ja, gewoon even in een random volgorde. Want ik heb ze ook niet allemaal tegelijk gelezen, uiteraard. Een van de eerste boeken die ik al een hele tijd terug heb gelezen, voordat ik echt ziek werd, zeg maar, is van Jelle Hermes. Steeds leuker. Heel leuk boek. Gaat ook echt over het bewust maken van keuzes. En nou ja, het leuke maken van je leven eigenlijk, met de middelen die je hebt. En het vervolgde op Leven met de Wind mee. Vond ik ook echt een heel mooi boek. Dus die kan ik je zeker aanraden. Dat is een Nederlandse schrijver. Hij heeft ook een platform, So Chicken. Op Instagram kun je hem ook volgen. Echt, ja, leuk. Vind ik echt leuk. Af en toe deel ik ook wel wat van hem. Maar dat vind ik dus waardevolle boeken. Zinvol om te lezen.
andere schrijver is Thijs Lauwensbach. Thijs is een psycholoog. Heeft ook een... gaat heel hard waaien weer. Hij heeft ook een podcast en ook op Instagram deelt hij zo nu en dan wel wat. Ook daar deel ik wel eens wat van. Maar ik heb zijn boek gelezen en eerst fucking druk. Maar nou ja, dat is dus een boek van hem. En dat heeft mij ook wel inzichten gegeven op, oh ja, hoe doe ik dat eigenlijk op het werk en met schermtijd en met nou ja, YouTube en Instagram. En ja, ook daarin kun je bewuste keuzes maken. Dus dat was echt wel interessant en waardevol. En zijn andere boek vond ik ook heel mooi. Hoe heet die ook alweer? Je bent al genoeg of je bent al goed zo of zoiets. Dan moet ik even linken hieronder. Maar dat vond ik ook een heel mooi boek. Van hè, het is eigenlijk altijd maar... jezelf willen verbeteren en optimaliseren. En dat herken ik ook echt ontzettend, want dat doe ik ook heel erg. De persoonlijke ontwikkeling en de coachingsbranche groeit uit zijn jasje. Er zijn er steeds meer van en mensen zijn daar allemaal heel erg mee bezig en het is heel helpend. En dat geloof ik zelf ook heel erg. Want ik ben daar zelf natuurlijk ook heel erg mee bezig, maar je kunt het ook overdrijven. En dat is dan wel weer, nou ja... niet helemaal nodig. Dus hé, je bent ook al goed zoals je bent. Dus je mag ook nou ja, waarde hechten aan wat je allemaal al wel heel goed kunt. Dus dat vond ik ook echt een heel mooi boek. Dus die wil ik je ook graag meegeven. Dan vertelde ik net al iets over hè, het overvloed versus tekort. Ik heb ook heel veel gelezen over de wet van de aantrekkingskracht. Veel ook in het Engels. En manifesteren. Maar een heel mooi Nederlands boek wat ik ook gelezen heb. Is Manifesteren kun je leren van Willemijn Welten. Vond ik ook echt een heel mooi en waardevol boek. Dus die wou ik ook nog even noemen. The Secret natuurlijk, van Rhonda Byrne. Die heb je ook in het Nederlands. Dus die ja, is ook heel mooi. Ja, ik ben dus nu de fontein aan het lezen. Ik ben er nu in vergeten. Ik ga zo even mijn telefoon kijken. Dan laat ik het je nog weten. En ik ga het nieuwe boek, of nee, het is niet het nieuwe boek, maar het herschreven boek van Michael Pilacek lezen. Master Your Mindset. Die heb ik nog niet gelezen. Dus daar, die heb ik thuis liggen als een hardcopy. Die heb ik gewonnen met de winactie. Super cool. Dus die ga ik binnenkort lezen. Maar ik wil eerst de fontein aflezen. Want anders als ik te veel door elkaar aan het lezen ben, dan raak ik in de war. En het lezen aan zich gaat dus ook nog niet super goed. Wel het luisteren, dus via Storytel, dat gaat prima. Maar het lezen van een boek gewoon een, hoe noem je dat? Hardcopy. Gewoon uit een boek lezen, zeg maar, dat wil nog niet zo heel goed. Dus dat heeft nog wat aandacht en tijd nodig. En dan heb ik er nog een liggen, Vind je waarom, van Simon Sinek. Goed, allemaal persoonlijke ontwikkelingsboeken dus. Maar ja, ik merk wel dat het mij ook soms goed doet en me nieuwe inzichten geeft. Dat ik denk, ja, weet je, daar kan ik weer wat mee. Of in mijn herinnering aan een bepaalde therapie. Dat ik denk, oh ja, goeie, moet ik in mijn gedachten houden. En dan schrijf ik het ook wel eens op. Wat me ook echt super goed helpt, is het bijhouden van een soort van dagboekje. Je kunt natuurlijk gaan journalen, maar dat nou, past op dit moment nog iets minder bij mij. Gewoon een schriftje met, nou ja... hoe het met me gaat op dat moment, wat me bezighoudt, welke stappen ik heb gezet. Dat is ook iets wat ik niet dagelijks doe, maar wel meerdere malen per week. En ook iets wat me goed helpt. Ik heb even op mijn telefoon gekeken en daar stond hij wel. De kracht van het nu, van Edgar Talle. Die heeft natuurlijk meerdere mooie boeken. Daar heb ik toch nog een aantal van in mijn boekenplank, in mijn wishlist staan van Storytel. Dus daar ga ik nog meer van lezen. Maar ja, die hoort ook wel echt in het rijtje thuis wat mij betreft. Er zijn natuurlijk nog veel meer mooie boeken. Maar ja, dan was het een hele lange lijst. Dus dit voor nu. En ja, ik hoop dat je er wat aan hebt. Dat je nou ja, het waardevol vond om deze video te zien. Dat ik mijn proces een beetje met je heb gedeeld. Dat ik wat erover verteld heb. Ik ben al met al dus onwijs dankbaar voor alles wat ik heb mogen helen en mogen leren. Ja, en ik kijk echt gewoon met goede moed weer naar de toekomst. Maar ik ben ook wel heel bewust dat ik er gewoon nog niet ben. En dat persoonlijke ontwikkeling echt gewoon een reis is. Dat je nooit klaar bent, nooit af bent. En ja, dat er nog vele stappen, hobbels, dalen, maar ook pieken mogen volgen. Dus ja, ik ga met goede moed de toekomst in. Maar ik vind het ook spannend. En zeker omdat het cognitieve gewoon nog wat moeilijk is voor mij. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat mag gaan. Als ik weer mag oefenen met reïntegreren en met werken. Maar dat gaan we zien. En heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Nou ja, als je hem waardevol vindt, doe even een duimpje omhoog. En als je iets wilt delen uit jouw proces, dan zou ik dat natuurlijk ook super leuk vinden om te lezen. Mag je onder in de reacties, maar je mag me ook een DM sturen op Instagram. En als je het leuk vindt om een keer te kijken voor een kraamcadeau, of misschien ben je zelf al zwanger. Kijk dan vooral even op mijn andere Instagram account waar ik dus lekker mijn creativiteit kwijt kan. En nou ja, misschien zie je wat leuks. Wat je wil aanschaffen en ik dus persoonlijk voor jou zou kunnen maken.
heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je heel graag opnieuw in de volgende video. Volgende week. Tot dan. Hoi hoi.